Arno Verschuren, ja, in een week waarin je terugkomt van de achterstand tegen Jong AZ en in de slotfase 3 punten pakt tegen Excelsior. Is dat de ware aard van dit team, dat jullie nooit opgeven? Goh ja, de ware aard. Het is natuurlijk altijd makkelijker als je snel op voorsprong komt en die uitbouwt. Maar het zegt wel natuurlijk iets over het team en over de wilskracht en de mentaliteit. Ja, dat wel zeker. Ja, merk je aan deze groep dat het, jullie zijn relatief jong nog. Een stel jonge honden, als we dat zo even mogen zeggen. Ja, klopt. Ja. Nou, dan zie je toch ook dat we wel volwassen zijn en op het einde ook wel die punten kunnen pakken. Dus tegen Volendam verloren we ze, nu winnen we ze. Dus dat is natuurlijk wel een jong team. Het kan aan twee kanten gaan, maar nu ging het twee keer de goede kant uit en daar kunnen we wel op verder. Inmiddels, als Nacho er niet bij is, zit die band om jouw arm. Volgens mij is het je derde, vierde seizoen nu bij NAC. Merk je zelf dat je ook zo'n groei hebt doorgemaakt? Ik denk wel dat ik in alle aspecten ben gegroeid en dat moet ook en dat is ook de bedoeling. Dus dat geeft wel een kick natuurlijk als je die band aan hebt voor NAC. Dus ik ben er wel blij mee, maar uiteindelijk verandert dat niets in mijn taken of mijn ding binnen de groep. Kun je nog herinneren de laatste keer dat je in Os speelde? Maakte mijn eerste doelpunt in het betaald voetbal, dus die weet ik nog. Ja, ja, toen werd er gezegd dat Jonkie net van Westerlo overgekomen, eerste doelpunt voor NAC. Dat lijkt al een tijd geleden, hè? Dat is toch al wel een tijdje geleden. Ja. Dus het is leuk om daar terug te zijn en hopelijk kunnen we terug een doelpuntje meepikken. Dus kijk naar uit. Wat voor ploeg is Os waar je nu tegen speelt? Wat ik heb gezien is dat ze erg verdedigend spelen wel. Een stug team die wel goed speelt op de counter en een paar goede spelers heeft. Het zal belangrijk zijn voor ons om wij zullen waarschijnlijk het meeste balbezit krijgen en om dat goed uit te spelen en dan de kansen af te maken. En we moeten wel opletten voor dit tegen counter. Ja. Voorbereid op die pitbull op middenveld? Ja, er zijn een paar bekenden daar. Ja. De twee broertjes Rommers, die ken ik alle twee wel. Dus het is leuk om hen terug te zien. En, het zijn twee moeilijke spelers wel. Dus, maar ik ben blij om nog eens tegen hun te spelen. Ja.